voor de Doetinchemmers. En die overwinning, die kwam er. In de thuiswedstrijd gisteravond tegen AZ. Weer een klein feestje op de Vijverberg na de overwinning tegen PSV, nu dus op AZ. Maar toch waren er wel wat kanttekeningen te maken bij het spel van de Graafschap. We deden het beter dan in Groningen. Dat was gewoon eigenlijk belabberd. En nou speelden we eigenlijk vanuit de organisatie. En dat ging vrij goed. Karakter, dat was prima vandaag. Maar als ik kijk naar hoeveel balverlies jullie de eerste helft hebben geleden. Ja, klopt. Dat was een beetje knullig. Maar op een gegeven moment, de ballen die gingen er gewoon overheen. En we sloten ook niet meer bij. En daardoor, zo leek het heel rommelig. Maar we hebben het goed opgepakt qua goals. Ik moet zeggen, de laatste week, ja, echt qua veldspel was het niet al te best. Vandaag ja, was het redelijk, vond ik het nog niet echt. Maar het is lekker dat je 4-1 wint. Nou ben je toch weer mee met een paar ploegen mee naar boven. Dus ik denk dat het een heel belangrijke overwinning is. Vind je wel dat er verbetering in zit in de loop van de weken? Ja, de goals vallen iets makkelijker. Verbetering, ja. Dat is altijd als je met 1-0 van Groningen verliest en je wint thuis met 4-1, zeg je ja, er zit een duidelijk stijgende lijn in. Maar qua veldspel moet het nog veel beter, ik zelf ook. Ik ben ook niet echt in topvorm moet ik zeggen, maar dat komt daar vanzelf wel.